En hier zijn we dan weer met een gloednieuwe De Straat. Ja, 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 ja. Best een heftig onderwerp. 50 kinderen per jaar sterven door mishandeling. 120.000 kinderen worden misbruikt, seksueel of niet, worden mishandeld. En de vraag aan deze mensen hier op de Haagse Markt is, ouders, een opvoedcursus, zal het een goed idee wezen of niet? Want het zijn wel hele grote aantallen die we doen. We gaan het vragen. En vind jij dat er een opvoedcursus voor jonge ouders moet komen of voor ouders die... Dat is moeilijk. Ik kan niet voor andere ouders beslissen natuurlijk, maar sommige ouders hebben het wel nodig, denk ik, ja. Ja, toch? Dus bij de ouders die... het gaat erom, het is een moeilijke vraag een beetje, het is twee delen. Het gaat erom, is het of het is verplicht voor alle jonge ouders, ja, of het is verplicht voor mensen die enkel kinderen al hebben mishandeld. Of waarvan ze denken. Dat is moeilijk. Kijk, mensen die kinderen al mishandeld hebben, die hebben zeker een opvoedkunde nodig. Zo en zo. En mensen, jonge ouders, zou het niet verkeerd bij zijn, nee. Ja, toch? Ook als voorvoedsmiddel, zeg maar. Ook als voorvoedsmiddel. Ja, nee, dat klinkt een beetje raar, maar je weet... Nee, duidelijk, ja toch? Nou, dat is dat. Ja. Dus toch wel in allebei de gevallen? Ja, ja. In deze tijd erin we leven voort dan wel, denk ik, ja. Ja. Het gaat over... opvoedkundige, dat ja, maar er zijn er natuurlijk heel veel mensen, kinderen die mishandeld worden, 120.000 per jaar, waarvan ook enkele seksueel misbruikt worden, 50 overlijdenden, en dan zijn ze bezig met een stichting of een opvoedkundige toestand voor jonge ouders. Wat vindt u ervan? Ja, vind ik wel een heel goed idee eigenlijk. Ja, ik heb het niet meer nodig, want ik ben en niet meer jong en ik hoef niet meer op te voeden. Ja. Ik zeg nooit. Nee, kan ook niet meer. Oké. Ja, nee, ik vind het een super idee. Sommige mensen hebben dat nodig. Ja, en ik voed nog wel op, maar dan mijn kleinkinderen een beetje. Is het een taak van de grootouders om zeg maar te zeggen, als er was misstanden in de familie, ik zeg niet dat ze wist natuurlijk, maar om dat te zeggen, is het niet een taak ook van de omgeving, van de scholen? In plaats van opvoedkundige cursus? Scholen wel. Dat er wat aan de hand is, zou ik zeker willen dat ze ingrijpen inderdaad. Want anders gaat het maar door en door natuurlijk. Dus ik zou scholen en oma's en opa's, als die zien dat er wat mis is, ja, alsjeblieft grijp in. Voor het kind. Toch? Dat is altijd beter dan een opvoedcursus. Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat echt de schijnende gevallen zijn die je moet aanpakken. Maar als oma zou ik zeker zeggen, als ik zou merken dat mijn kleinkinderen mishandeld zouden worden of wat dan ook. Ja, dan zou ik toch op een hele subtiele manier... hun die kant op sturen, ja. Je wilt best weer kind. Ja, absoluut, ja. Maar opvoedcursus is zeker voor de hele jongere moeders, laat maar zeggen. Ik denk dat dat wel een goed plan is. Dat ze weten waar ze aan beginnen, dat ze weten wat ze moeten doen. En gewoon doen. Dames, dat is heel duidelijk. Ik laat jullie verder heerlijk genieten van de markt. Ja, dan gaan we zeker de centen van de man opmaken. Ja, hé, wat anders. Dat weet je toch? Oké, dames, top hè. Doeg. Er worden 120.000 kinderen mishandeld per jaar hier in Nederland, waarvan de 50 overlijden en ook seksueel misbruikt worden natuurlijk. En nou willen ze een opvoedcursus voor jonge ouders van starten. Vindt u dat goed of vindt u dat een slecht idee? Ik vind het goed. Ja. En is het enkel voor als de mensen al zwanger zijn of in later stadium? Nee, gewoon door blijven gaan, permanent. Opvoeding is heel belangrijk. Ja, maar ik bedoel, dat de mensen die cursus moeten starten als ze al zwanger zijn, zeg maar, dat ze begeleiding krijgen of zeggen van eerst wachten tot er wat aan de hand is, bij wijze van spreken. Nee, gelijk met als ze in verwachting zijn al. Gelijk? Vind ik wel, ja. En dan verplicht stellen? Nou, tegenwoordig wil niemand iets verplicht meer. Je moet je belasting ook of verplicht betalen. Ja, ja. Wou jij nog vragen? Oh, sorry. En het is natuurlijk wel... Als er iets gebeurt in huis en er wordt zoveel gedaan, dan moet wat aan gedaan worden. Dus u vindt het geen goede zaak verplicht? Ja. Moeilijk, hè? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik ben natuurlijk zelf nog gelukkig nooit in situaties terechtgekomen. Dus ja, je overvalt me dan aan mij, maar ik vind het moeilijk. Zou u er zelf wat aan doen als u ziet dat twee jaar verder een kind mishandeld werd, stelselmatig? Ja, zeker. Zeker wel, ja. Zelf niet, maar wel instanties inschakelen. Ja, dat bedoel ik ook. Ja. Dat zou ik zeker doen. Dus geen ofwel opvoedkundige cursus? Opvoedkundige cursus, vind ik van wel. Dat is duidelijk, dank u wel. Ja. Oké.